Als u de tijd neemt om de juiste vaatwasser te kiezen, kunt u heel wat geld besparen. Daarom is het belangrijk rekening te houden met de energieklasse van het toestel en het waterverbruik. De energieklasse duidt het energieverbruik van het toestel aan en gaat van A tot A++. Zo kunt u verschillende toestellen met elkaar vergelijken. Wat betreft het waterverbruik, een vaatwasser verbruikt tussen 10 en 16 liter water per afwascyclus. Maar de meest zuinige vaatwassers verbruiken slechts 6,5 liter water per afwascyclus. Woont u in een appartement of heeft u een open keuken? Dan is het geluidsniveau ook een belangrijk element. Gemiddeld heeft een vaatwasser een geluidsniveau van 42 tot 52 decibel. De stilste vaatwassers op de markt hebben een geluidsniveau van slechts 39 decibel. Sommige vaatwassers zijn zo stil dat u niet hoort of het toestel al dan niet in werking is. En in het geval van een volledig ingebouwde vaatwasser kunt u het ook niet zien, tenzij u de deur van het toestel opent. Daarom zijn sommige vaatwassers uitgerust met een indicatielampje dat op de grond geprojecteerd wordt terwijl de vaatwasser in werking is. Andere modellen projecteren de resterende tijd op de grond. Ten slotte hoeft u enkel een vaatwasser te kiezen die beantwoordt aan uw behoeften. Er bestaan verschillende functies die u het leven vergemakkelijken. De toets halve lading, indien u slechts een kleine hoeveelheid vaat wilt afwassen. De toets startuitstel, als u de vaat wilt programmeren tijdens de goedkopere daluren. De regelbare korven, als u een vaatwasser kiest met korven die regelbaar zijn in de hoogte, dan kunt u bovenaan gemakkelijk grote glazen plaatsen. En onderaan grote kookpotten. De bordenrekjes onderaan en bovenaan kunt u neerklappen, zodat u alle vaatwerk gemakkelijk kunt schikken. Een andere nuttige functie is de intensieve zone. In de onderste korf wordt de sproeikracht verhoogd om hardnekkig vuil te verwijderen, terwijl het delicate vaatwerk in de bovenste korf nog altijd met zachtheid gereinigd wordt. Voor het bestek kunt u kiezen tussen een besteklade of een traditioneel bestekmandje. En sommige bestekmandjes zijn zelfs verplaatsbaar.